ben Bert Moorman, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Domesta. Wij zijn actief in Emmen, Hoogeveen, Coevorden, die drie gemeenten. Ongeveer 10.000 huizen, waarvan 2.000 bestemmingen in de zorg hebben ontvangen. Intramuraal zorg, vastgoed tot begeleid wonen project. Dus we hebben altijd wel een grote activiteit in de zorg gehad. Ja. Nou, en met het veranderen van het zorglandschap, van langer zelfstandig thuis, is ook onze rol daarin wat veranderd, omdat ook steeds meer mensen thuis blijven wonen. Zowel vanwege ouderdom als vanwege een handicap. En dat vinden wij ook prima en dat willen we ook zo lang mogelijk faciliteren. Omdat mensen in een vertrouwde omgeving kunnen blijven. Met buren die bijspringen, met familie die in de buurt woont. Ze kennen de weg in de buurt, dus ik vind het heel belangrijk dat mensen ook in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daar gaan we heel ver in. Daar hebben we een lange thuiscoach, Jans. Die op bezoek gaat bij mensen, op verzoek. Of op een tip van een huismeester die mensen kent, die wat aanpassingen nodig hebben in het huis. En het gaat natuurlijk heel vaak over fysieke belemmeringen. Maar als ik Jan spreek, dan gaat het ongeveer in 70% van de gevallen ook wel om niet fysieke aanpassingen in het huis, maar wel over eenzaamheid bijvoorbeeld. Of de relatie met kinderen die wel eens voorbij komt. Ja, dan is ook de medewerker van de corporatie die een luisterend oor biedt. En misschien nog weer door kan leiden naar maatschappelijk werk of andere netwerkpartners die actief zijn ook in de wijk. Dus wij vinden het heel belangrijk dat mensen in een vertrouwde omgeving kunnen blijven. Gezet, een aantal jaren geleden, 2 jaar geleden geloof ik. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Wat is daar de achterliggende gedachte van? Omdat mensen het ook soms wel lastig vinden om uit een folder of een foto iets te beslissen. Ze wil het graag zelf zien. En wat ze ook heel belangrijk vinden is dat ze de verhalen kunnen horen van de mensen die daar wonen. En ook, ja, hoe werkt dat dan en hoe gaat het dan? En dat die drempel daarmee ook wat lager wordt, letterlijk soms, om zo'n voorziening in huis te nemen. Dus dat neemt een paar obstakels weg, maakt het gewoon makkelijker. En wij zijn van de webgeneratie en wij kunnen vanaf het web kiezen. Maar veel ouderen vinden het toch prettig om het echt even in een levende lijf te kunnen zien. En daar is van ambassadeurswoning heel goed voor.